Hi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Gierige Gerda. Afgelopen zondag ben ik met mijn vriend en vrienden naar de Efteling geweest. En het leek mij leuk om daar te vloggen. Maar ik ben wel Gierige Gerda, dus het leek me leuk om deze vlog een klein beetje een twist te geven. En daarom ga ik je tussendoor 5 tips geven over budget en hoe je het meeste uit je dag kunt halen bij de Efteling. Goedemorgen, ik zit in de auto op weg naar de Efteling. Yay! Het zonnetje schijnt al, zoals je misschien ziet. Dus ik hoop dat we mooi weer hebben. En ik ga er ontzettend van genieten, want ik heb mijn vriend eindelijk zover gekregen dat hij een keertje met me meegaat. De grootste besparing kun je natuurlijk maken voordat je überhaupt binnen bent. Het is zo dat je voor een kaartje volgens mij bijna 40 euro betaalt tegenwoordig. En dat is natuurlijk een flinke duit. Maar er zijn sowieso altijd wel verschillende kortingsacties, zoals die van de Albert Heijn. Sommige bedrijven, daarmee kun je regelmatig een goedkoper kaartje kopen. Zo ben ik in december samen met mijn moeder naar zo'n dag geweest vanuit de vriendenloterij, geloof ik. Maar de grootste korting kun je krijgen door gebruik te maken van de vriendenkorting van iemand die een abonnement heeft. Nou is het zo dat je maar per abonnement 1 keer 2 kaartjes mag kopen per jaar. En dan zijn ze wel maar 19 euro. Maar diegene heeft dus niet onbeperkt korting om uit te geven. En dat is wel iets goeds om in gedachten te houden. Willen ze liever opa's en oma's bijvoorbeeld meenemen of iets dergelijks, ik zeg maar iets, dan gaat zoiets al over. Maar het is natuurlijk altijd eventjes te vragen. We zijn binnen. Kijk, rood kapje. Vervoer is een goed ding om over na te denken. Parkeren kost natuurlijk best wel veel geld. Het is 10 euro voor een dag parkeren met de auto. Maar ook openbaar vervoer is natuurlijk, als je met een groter gezin bent of met meerdere volwassenen gaat, niet altijd even goedkoop. Dus misschien kun je dan buiten Kaatsheuvel parkeren en dan met de openbaar vervoer een klein stukje gaan. Maar als je fietsendragers hebt, kun je misschien kijken of dat je fietsen achterop kunt zetten. En een klein stukje fietsen als je buiten Kaatsheuvel bent geparkeerd. Hallo, hallo, papier hier. We zijn intussen al even in de Efteling en ik ben net in de Vogelrok geweest. Het was wel een beetje spannend, ik zat helemaal te trillen. Echt niet normaal. Maar we gaan nu naar Droomvlucht.
Mijn volgende budgettip voor de Efteling is misschien niet per se iets wat je bespaart. Is misschien niet echt iets waarmee je minder geld uitgeeft. Maar wel waarop je meer uit je dag kunt halen. Op de Efteling site staat heel handig een kalender met wat de verwachte druktes zijn in de Efteling op welke dagen. Misschien is het leuk om een keertje op een studiedag van de kinderen een dag vrij te pakken van werk en op die doordeweekse dag te gaan, zodat je bijna geen wachtrijden hebt. Of misschien is het wat handiger om in het najaar te gaan of juist in het voorjaar. Als je zo je planning een beetje maakt en goed kijkt naar die dagen die op die kalender staan, dan kun je in veel meer attracties en kun je veel meer genieten van je dag in de Efteling. Een satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde hem ieder met huiver en angst. Vervloekt zijn de bokkenrijders, de parasieten van deze streek en de Hugo in het bijzonder. Dit huis. Oh, het is echt zo'n heerlijk weer. Echt geluk. De vorige keer dat ik hier was, was 10 december en toen sneeuwde het. En toen hebben we bijna niks kunnen zien omdat je gewoon niet rond kon lopen hier in de Efteling. Dus dat het nou zo'n mooi weer is, is echt gewoon geweldig. En dan gaan we naar het Spooky World. Ik ben echt dol op uit eten bij uitstapjes. Een lekker broodje op de Libelle Zomerweek, ik verheug me er nou al op. Maar bij de Efteling vind ik het aanbod echt enorm tegenvallen. Juist omdat het allemaal van die vette, ongezonde happen zijn, die ook nog eens knijterduur zijn. Als ik 's avonds uit de Efteling thuis kom, dan wil ik graag een frietje eten. Maar niet dan als 's middags ook. En als ik dan toch iets moet eten en ik moet 5 euro betalen voor een sausijzenbroodje, dan ben ik er een beetje klaar mee. Dus mijn tip is om zelf je broodjes te smeren en mee te nemen. Je kan natuurlijk gewoon simpele witte bolletjes met simpel beleg nemen. Maar je kan het ook natuurlijk wat uitgebreider doen en lekker een picknick voorbereiden en ergens op een van de grasveldjes die lekker opeten. Het is geheel aan jou, geheel ook aan het weer denk ik, wat het lekkerste is. Maar je bespaart er wel echt heel veel geld mee.
laatste tip gaat over souvenirs. In het park worden heel veel souvenirs verkocht. En er zijn natuurlijk een heleboel dingen die echt gewoon thema Efteling hebben. Maar er zijn ook heel veel dingen die niet per se Efteling gerelateerd zijn. En net zo makkelijk te koop zijn bij de Action of de Vibra of een speelgoedwinkel. En mijn tip is dus ook om, als je kleine kinderen hebt, ze zoiets te kopen bij een goedkope winkel. En dat mee te nemen en ze dat daar te geven. Zodat ze toch een beetje een prinses of een ridder of een prins of weet ik veel, draak. Een souvenir hebben die sprookjes gerelateerd zijn. Die heel leuk is. Maar die je niet 10 keer zoveel geld heeft gekost. Omdat je hem toevallig in de Efteling koopt. De Hollander geweest. En ik heb een beetje een pijnlijke keel van het schreeuwen. Maar het was achteraf wel heel leuk. Ook al vind ik het dus doodeng. Dat was alweer de dag in de Efteling. Ik ben vergeten een afsluiting op te nemen. Maar ik doe het dus maar op deze manier. Als je deze video leuk vond, geef hem dan zeker een duimpje omhoog. En als je geen deals wilt missen, volg me dan op Instagram en Facebook. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Houdoe!